Hallo iedereen, dit is Nola en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik mijn kot leeghalen samen met mama. Omdat ik van kot ga veranderen, dus dat weten de meesten van jullie al. Maar ik kan niet van mijn oud kot direct naar mijn nieuw kot, omdat die contracten niet op elkaar afgestemd zijn, of course. Dus gaan wij vandaag mijn kot al leegmaken. Het is vandaag woensdag 28 augustus. En volgende week gaan we dan in mijn nieuw kot verhuizen en daar ga ik ook een video aan maken. Maar ik dacht dat het misschien leuk was om jullie mee te nemen in het proces van hoe wij mijn oud kot gaan leegmaken. We zijn nu onderweg naar Mechelen, dat is wel even rijden. We gaan eerst nog bij de bakker stoppen, want ik heb honger. Dus dat zal onze eerste stop worden. We zijn nu gearriveerd op mijn kot en zoals jullie kunnen zien hebben wij die bloemetjes die ik hier had hangen er al afgehaald. Eetsemes, hier gaat nog veel weg moeten, maar komt in orde. We gaan beginnen met mijn matras al naar beneden te halen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat gaan. Voilà, dat is al leeg. We zijn nu gewoon mijn bakken aan het vullen. Helemaal buiten adem. Maar mijn kasten zijn al zo goed als leeg. Nu mijn bureau nog. Ik heb al mijn foto's en mijn andere bord hier ook afgehaald. Als jullie geen idee hebben waar ik het over heb. Dan kunnen jullie altijd mijn roomtour van mijn kot nog gaan bekijken. Als jullie het interessant vinden hoe dat mijn kot er vorige keer uitzag. Amai, ik moet altijd zo keiveel trappen op en af gaan met mama. En dat is echt... Mijn condities niet meer al was ooit. Ondertussen is het hier leeg. Ik mag mijn lintje ook niet vergeten. Nu moeten we de vloer en zo nog groter maken. En ik moet hier ook eens overgaan met een vod. En de ramen misschien ook eens kuisen. Ik zal... Ga je de stofzuiger of wat? Ja, ik zal de stofzuiger halen. Kijk, al deze trappen. En nog meer. Voilà, daar is de stofzuiger. Hoe ga ik dat nu mee naar boven krijgen? Voilà, een lege kottoer. Dat is de handtas van mijn mama nog. Tada! Alles is mooi en proper en wit. Dat is zo raar dat hij er allemaal wit is, omdat ik hier zoveel kleur had ingebracht. En de douche. Voilà. Allemaal kei proper. Halasse. En zo zeg ik dag tegen het kot waar ik een jaar heb gezeten. Heel de auto vol. Halasse. Dat is echt gek dat ik hier niet meer op kot ga zitten. Maar ik kan hier nog wel op bezoek komen naar mijn vorige kotgenoot, want er blijft één iemand. We zijn terug in de auto, we zijn onderweg naar huis met een hele volle auto. Maar alles ging er gelukkig in. Mijn kotbaas is dus komen kijken en het was allemaal in orde, we hadden heel goed gepoetst. En ik ben ook de sleutel gaan halen van mijn nieuwe kot. En die heb ik hier dus al aangehangen. Yay! Volgende week gaan we dus in mijn nieuwe kot verhuizen en daar heb ik best wel zin in, want mijn kot is een stuk groter dan vorige keer en dat is best wel exciting. Ik ga zelfs een te goede kledingkast hebben. Dat had ik dus niet op mijn vorige kot. Ik kan eindelijk dingen ophangen. Wauw! Maar voor nu gaan we dus eerst naar huis. A few hours later. We zijn de auto aan het uitladen. Zoals jullie kunnen zien is die al bijna helemaal uitgeladen. We zijn heel goed bezig. Uiteindelijk valt het allemaal nog wel mee. Het is wel jammer dat we niet direct in mijn ander kot kunnen. Want dan moesten we dit niet een paar keer opnieuw doen. Want over een paar dagen, een klein weekje, moeten wij gewoon terug opnieuw alles inladen en meenemen. Maar we zijn er bijna, dus het is niet zo erg. Het is hier een beetje slecht licht, maar ik heb dus alles in mijn kamer gezet. Dit zijn alle dozen die we hebben. En mijn bureaustoel en zo staan hier ook nog. Oh, dit was echt een mess. Het was minder erg dan ik verwacht had, maar toch was het wel echt vermoeiend. Nu ben ik vooral mega excited om naar mijn nieuw kot te verhuizen. Ook omdat dat gewoon groter gaat zijn.
ga daar meer dingen kunnen plaatsen. Ik ga zelfs mijn kleren kunnen ophangen. Ik ben echt heel, heel excited om dat daar te kunnen inrichten en daar echt mijn stekje van te gaan maken. Maar dat kunnen jullie zien, normaal gezien, in de video van volgende week, als het mij gaat lukken om het fatsoenlijk te filmen. Als jullie dat willen zien, vergeet zeker niet te subscriben hier beneden. Zo gaan jullie dat sowieso niet missen. En als jullie het belletje aanzetten, dan zijn jullie er zeker van dat jullie het gaan zien in jullie meldingen. En laat hier beneden zeker achter wat je van deze video vond, want het is wel eens iets anders. Maar voilà, dat was het dan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!